Even kijken of ik... Jawel, ik hoor mezelf. Ik hoor mezelf al vaker. Misschien wel iets te vaak. Ik ga u niet vertellen over wat wij in 2009 hebben gedaan. Want in 2009 begonnen we met een project wat volkomen uit de hand liep. En het was niet eens mijn idee, maar van die mevrouw die daar zit. Ik heb er tot op de dag van vandaag nog last van, want ja, het heeft een enorme vlucht genomen. Ik ga u ook niet vertellen over die meer dan 70 mensen die de een meer, de ander minder, maar altijd bezig zijn geweest om te proberen om onze droom, maar ook die van hen zelf, waar te maken. Ik ben ontzettend trots op mijn mensen, want wat we hebben gedaan. Dus we hebben iets voor elkaar gekregen wat eigenlijk zomaar ontstond. Het ontstond op een dag toen ik les gaf op een ROC en ik deed film en video. En er zaten 25 jonge mensen. En die hadden net te horen gekregen dat hun stage was geschrapt. Dat gebeurt wel eens in het onderwijs. Bedenkt iemand dat het niet goed was. En ze moesten dus in het vierde jaar opnieuw stage doen. En als ze dat niet deden, dan mochten ze geen examen doen. Goed, daar ben je docent van. En dan kom je in een klaslokaal met 25 schuimbekkende studenten. En die kijken allemaal naar jou, want jij vertegenwoordigt het gezag. En net in die tijd hadden mensen in Zweden, waar mijn familie woont en die wij kenden, aan ons gevraagd of we wilden nadenken over een manier om meer toeristen, u Nederlanders, naar Zweden te krijgen. En dat mondde uiteindelijk uit in het idee, weet je wat je moet doen daar? Daar moet je een soort Efteling bouwen. Heel mooi, maar wie ben ik? Wie zijn wij om dat te kunnen? Daar hadden we nog geen idee van. Eén idee hadden we wel en dat was, weet je wat we kunnen doen? We kunnen voor die 25 studenten in ieder geval een situatie creëren waarin ze een soort van themapark kunnen gaan bedenken met ons samen. En het waren allemaal creatieven, dus dat was eigenlijk helemaal geen probleem. En in een zaaltje in Lelystad zijn we begonnen. En dat is vandaag de dag uitgegroeid tot wat het nu is. 3 jaar later kijken we terug op 170 studenten die allemaal van het HBO, het MBO, van de universiteiten en dergelijke bij ons op die 8e etage van die Rabotoren zitten. En die dus bezig zijn om met ons samen een themapark te bouwen. Het was voor Zweden en dat ging allemaal heel anders. Maar de stukjes van de legpuzzel zijn niet zo interessant als de reis zelf. En de reis zelf begint met wat kan en wat niet kan. Er was dus een man en die zei, op een dag zal de mens zijn vleugels spreiden en zich tegen de wind in verheffen van de grond en vliegen. En toen hij dat gezegd had, toen zei iemand waarschijnlijk tegen hem, nou meneer Da Vinci, gaat u dan maar verder met dat schilderijtje met die mevrouw met die glimlach, want dat zal waarschijnlijk wel niet gebeuren. En zo zijn er veel meer geweest. Edison begon aan een gloeilamp in een garage. En meneer Bell begon aan zijn telefoon in een kelder ergens van zijn huis. En hij belde naar boven, Mr. Smith, could you come down please? Dat was het eerste telefoongesprek ooit. De gebroeders Wright begonnen in een reparatiewerkplaatsje van hun fietsenwinkel. En als ik me niet vergis, begon Bill Gates met $50 en een pizza. En misschien het idee van iemand anders, maar die begon in een garage. Meneer Jobs begon in een garage. En met ons kleine bedrijfje in marketing begon Annemarieke en ik ook in een garage. En wij staan natuurlijk helemaal niet op hetzelfde niveau als die mensen. Maar ik denk dat als Da Vinci een garage had gehad, dat hij waarschijnlijk daar begonnen was. En wat we doen is eigenlijk altijd, als iemand een idee heeft, per definitie vanuit onze eigen perceptie zeggen dat het niet kan. Om u een voorbeeld te geven, is het verhaal van Da Vinci natuurlijk heel aardig. Wij vliegen allemaal. Als de gebroeders Wright hadden geluisterd naar al die mensen die zeiden, je kunt niet een paar stukjes hout en touwtjes en zeildoek aan elkaar maken en daar een grasmaaiermachine motor in stoppen, want daar kun je niet mee vliegen. Als die geluisterd hadden naar alle mensen die het zo goed wisten, dan zat u hier, maar ging u nooit naar Orlando of ging u nooit met het vliegtuig naar, weet ik waar naartoe, naar Turijn of naar. Want dat is nog maar, pak een beetje, 100 jaar geleden. 100 jaar geleden vlogen we nog niet. Er was iemand die een idee had en toen vlogen we.
Wat is belangrijk in dat verhaal? Dat is, als je het doorvertaalt naar nu, in 1974, want dat verhaal kennen de meesten van ons wel. Hier was zand. En er kwamen hier 100 mensen. En die kwamen hier wonen. En je kent dat allemaal, hè? First came the churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the rules. Almere ontstond uit zand. Er waren een heleboel mensen in Nederland, en die heb je nu nog, en Annemarie Joosma had het er zelfs nog over, die zeggen van, nou, Almere. Tegen mij zeiden ze, dan wil je toch niet doodgevonden worden? Nou, ik kan u vertellen, we hebben hele mooie begraafplaatsen. Echt heel erg fantastisch. Wat het betekent is dat de mensen die toen hier kwamen wonen met iets begonnen waarvan de rest van Nederland eigenlijk ernaar keek en zei, nou, je dat gaat doen, joh. Dat je daar gaat wonen, dat je daar gaat zitten. Het is nu een stad met 196.000 mensen. En die burgemeester van dat stadje waar wij dat park zouden bouwen, heeft ooit eens met mij op de 30e etage van het Carltongebouw gestaan. En toen stonden we over die stad uit te kijken, dat mooie Almere, zo gigantisch groot geworden in al die jaren. En toen pas besefte ik, het belangrijkste wat bij hem in 50 jaar tijd is gebeurd, is dat er een vleugeltje aan het gemeentehuis is gebouwd met 10 kantoortjes. Dit is een hele foute vergelijking voor die man. Hij stond daar en hij kon er niks mee. Want als je dan tegen iemand zegt van dit is in 30 jaar neergezet, dan denken ze van woehoe. Maar dat is wel wat mensen hebben gedaan die tot op de dag van vandaag nog steeds in deze stad wonen. Dingen gedaan waarvan anderen zeiden dat ze niet konden. Wij zijn begonnen aan een heel raar project waarvan we zelf niet eens wisten waar het zou eindigen. Even dachten we dat het afgelopen was, omdat we het idee hadden toen die Zweedse burgemeester zei van ja, maar ik ga toch liever voor windmolens. Dat het voor ons over was. En dan blijkt de kracht van wat je met z'n allen hebt gebouwd. Niet ik. Ik ben maar een gezicht. Maar die 170 studenten, of die 70 medewerkers, of de mensen van de gemeente en van de bank, en van die ons in de afgelopen jaren hebben gezien en aan het werk zagen, die wisten wat erachter steekt. Er staat een verhaal achter. Er staat een overtuiging achter. Dus ik weet niet precies of uw voornemens was om te gaan lachen op het moment dat iemand iets bedenkt. Maar als u geconfronteerd wordt met mensen met nieuwe ideeën, alsjeblieft, doet u me één plezier. Geef die ideeën de ruimte. Geef onze kinderen, onze jeugd de ruimte met alle ideeën die ze hebben. Luister, zet je oren open. Want wat vandaag nog lijkt, denk aan Jules Verne, dat het niet kan, is morgen al lang volkomen de waarheid. Dat zou eigenlijk hetgene moeten zijn waar wij als inwoners van deze stad, maar ook als volwassen mensen, naar zouden moeten kijken. Alle ideeën die boven komen drijven, u hebt ze net gezien. Hoe simpel ze ook lijken, hebben een enorme impact op de hele samenleving. Het is door ideeën dat we vooruitkomen. En ideeën moet je niet weghonen, ideeën moet je niet weglachen, ideeën moet je heel serieus bekijken. Ik ben zo blij dat dat met ons gebeurd is. Want dat is uiteindelijk verworden tot datgene wat het zou moeten zijn. En iedereen heeft nu natuurlijk de vraag gesteld aan mij. Oh ja, wat ga je nou doen? Nou ja, de kans is natuurlijk redelijk aanwezig. We kijken om ons heen. Maar wij denken dat het wel in ieder geval ontzettend de moeite waard is om te kijken of we hetgene wat we in 1952 in Kaatsheuvel hebben gedaan nog een keertje kunnen doen. Maar stapje hoger, stapje verder. Beetje mooier, beetje anders. Wij bouwen Witchworld. En wij gaan gewoon door. Maar we doen het, als het enigszins kan, hier. We gaan Witchworld in Almere bouwen. Dank u wel.